Op vierwisseling size fjouwer is het hier Hendrik Koostra die de bal over alles heen mept en daarmee de winst voor haar toeren veilig stelt. Nadat ze 4-2 achterstieren, pakken ze de winst. Bouke Triemstra, Alian Anema en Hendrik Koostra. Lijst neemde wie het lijst eerst beslissend. Sjoeg hier maar eens een keer. Net zie ze bal retour tot in het perk. Ja, ik zei het al. Van oh, de 4-2 achterstand. Ja, dan pakken ze toch boetsie voor boetsie. Tot 4-wisseling. En dan is het Hendrik Koostra die het opstiert. En de winst van Sipe Tour veilig stelt. Prachtige ontknoping in die finale. Tjen, Tjesse Steenstra, Herman Spreek en Cornelis Terpstra. In de hele finale won het patour van Bouke Triemstra. Tjen het patour van Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar. En daar hebben ze eigenlijk ja, een makkelijke overwinning voor nodig. Een makkelijke overwinning Tjen, dus Dylan Drent. Bouke Triemstra hier zijn laatste opslagbal in de hele finale. En sjoeg eens een keer aan. Hij sjoegt dat die bal wel heen komt, maar net vier genoeg. En daarmee de winst voor haar patour. En ja, dan mooi dit er even bij, uiteraard. In de finale is neer. Verleren per tour van Gert-Anne van der Bos, Jacob Wasnaar en Daniel Iziger van de letteren premiewinnaars. En dat weer per tour van Jesse Steenstra. Geven we naar de Vrolita, want ik die winnen in Makken. Hier is Jewel Lisette Wagenaar. Mooie telegraafstand van 4-1 en 6-2. Het is een mooie triktractsituatie dat Fenne Seinstra de bal voor de keert slaan kan. En daarmee de winst, de zesde overwinning van dit seizoen. Voor de patroon van Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Seinstra. Op een nij een nederlaag dus voor het patour van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Skeepstra. Die kan maar net winnen voor het patour van Lisette Wagenaar. De tweede prijs wie in maken bij de Vrouwli voor het patour van Nicole Hempenius, Eemke van der Leest en Harmke Siersma.